Nou ja, jongens, iedereen kent dit logo. Wat hier achter... Oh, zat ik nou met mijn... Hey jongens, welkom bij mijn nieuwe filmpje van Sander. En dit keer geen vlog. Nee. Dit is een keer, ja, je kan het wel een special noemen. Want ik durf te zweren dat ik 9 logo's heb waarvan jij niet weet wat de betekenis is. Althans, je weet het wel. Je weet welk merk het is ook waarschijnlijk. Maar je weet niet letterlijk wat erachter zit. En dat ga ik je nu vertellen. Zo heb je bijvoorbeeld dit merk. En dat is Beats. En ja... Je denkt van dat het gewoon de B moet voorstellen. Maar die B stelt eigenlijk een koptelefoon voor. En dat, het witte, dat stelt een hoofd voor. Het witte rondje. En zo hebben we ook Amazon. Dit betekent eigenlijk niet... dat betekent eigenlijk dat van A tot Z winkelen is bij Amazon. Zo hebben we ook dit merk, Fire. Het linker gedeelte, het golvende gedeelte, dat moet de analoog samen voorstellen. En dit moet eigenlijk het digitale gedeelte voorstellen, de 1 en de nulletjes van de computers, zeg maar. Dus vandaar dat het, en dat puntje in dit golvende beweging is de lijn, als het ware. Dus dat is het nulpunt en dat betekent het analoog gedeelte. We hebben ook Picasa en buiten eigenlijk dat het logo moet eigenlijk een huis voorstellen. Je denkt dat het van een ding is, noemen we dat, van een foto, plaatjeachtig is. Maar dit moet dus een huis voorstellen, want het is Pi, dat staat voor picture. En Casa is in het Spaans natuurlijk huis. Dus vandaar dat het Picasa heet. Dus dat gekleurde moet niet een fotosluitmoment betekenen. Nou, dit is Yoga Australia. Eigenlijk het gedeelte tussen, ja, hier, dit stukje. Dat is, als je een beetje kennis ook hebt van de kaart, Australië. Zo, dat is de vorm van Australië zo ongeveer. Nou, hier hebben we dus FedEx. En als je goed ziet, dan zie je hier zo. Het is eigenlijk een pijltje, is dit. En ja, dat betekent eigenlijk dat ze een snelle service hebben. Dat is het doel erachter eigenlijk. We kennen allemaal wel het merk... Toblerone, als ik het goed uitspreek. En dit betekent eigenlijk, althans het betekent niks, maar je ziet dat er hier een beer in zit. En die rust eigenlijk op een karamelberg. En dat is eigenlijk heel het beeld achter de Toblerone. Nou ja jongens, iedereen kent dit logo. Wat hier achter... Oh, zat ik nou met mijn... Nou, iedereen kent dit logo, jongens. Wat hier achter zou moeten zitten is dat... dat hier een hap is genomen uit de appel. En dat zou de Adam en Eva gedaan moeten worden uit de boom van kwaad en goed of zo. Dat schijnt. En nu het laatste logo, LG. Dit is ook LG, maar het moet ook gelijk een gezichtje voorstellen. Want je ziet natuurlijk, hier zie je ogen, neus, het hoofd. Dus vandaar, dus het is niet alleen L en G. Nou, dit waren dus 9 beroemde logo's die eigenlijk meer dan 1 betekenis hebben. Dus bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuk filmpje en wil je meer van dit soort achtige filmpjes? Kijk dan, abonneer dan op mijn kanaal. Gewoon doen. En dan kun je mijn vlogs bekijken. Dan kun je sportfilms bekijken. Dan kun je dit soort films bekijken. Doe maar op. Dus abonneer op mijn kanaal jongens. Tji 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 t